Ja, voorzitter, dank u wel. Beste minister, beste staatssecretaris, geachte leden van de Tweede Kamer, der Staten-Generaal. De Nederlandse krijgsmacht kent een roemrijke historie die zich uitstrekt over eeuwen. Zonder de bereidheid zou Nederland lang geleden al hebben opgehouden te bestaan. Voorzitter, wie vandaag lacherig doet over de wapenfeiten van onze krijgsmacht, kent de geschiedenis niet. Want was het niet onze marine die in 1688 de grootste armada uit haar tijd ter zee bracht, waardoor wij onze stadhouder op de Engelse troon konden plaatsen? En was het niet Napoleon zelf die in zijn memoires schreef dat hij de slag bij Waterloo gewonnen zou hebben als onze soldaten van de koninklijke landmacht niet zo dapper tegenover de Franse overmacht bij Quatre Bras hadden stand gehouden? En was het niet onze luchtmacht die in de meidagen van 1940 dusdanig veel Duitse vliegtuigen vernietigde, waardoor de Duitse invasie van Engeland gedoemd was te mislukken? Voorzitter, het past misschien niet zo bij onze nuchtere volksaard om het te zeggen, maar ik denk dat de geschiedenis er vandaag de dag heel anders uit had gezien zonder de heldendaden van de mannen en vrouwen van de Nederlandse krijgsmacht. Wij mogen met recht trots op hen zijn. En voorzitter, die trots op de Nederlandse krijgsmacht is bij de globalistische elite ver te zoeken. Want zij willen geen Nederlands leger meer zien. Zij willen een Europees leger. Deze minister van Defensie droomt ervan en heeft vorig jaar weer een groot deel van onze landmacht alvast onder Duits bevel gesteld. Een absolute schande. En voorzitter, wie vindt het gek dat met zulke bestuurders de eer en trots van onze militairen vandaag de dag zo door het slijk worden gehaald? Want zo heeft de partijgenoot van deze minister van Defensie ervoor gezorgd dat de rol van het Van Heut-regiment tijdens de nationale Indië-herdenking compleet gemarginaliseerd is. Afgelopen jaar was het Van Heuts vaandel zelfs niet meer welkom op de herdenking. Een vaandel dat door de media al als omstreden wordt beschreven. En ook onze zeehelden van weleer ontkomen niet aan die politiek correcte zelfhaat die dit land teistert. Want in Rotterdam werd het standbeeld van Piet Hein beklad. Amsterdam noemt onze Michiel de Ruiter een halve slavenhandelaar. En in Eindhoven is de naam van Witte de Wit compleet uit het straatbeeld verdwenen. En voorzitter, dat deze zeehelden die alle drie stierven in zee slagen om het vaderland te beschermen, nu zo door de modder worden gehaald, dat is echt schandalig. En voorzitter, dan vragen zij zich af waarom Defensie vandaag de dag een personeelstekort heeft. Wie wil nog dienen als je ziet hoe er met jouw voorgangers wordt omgegaan? Want voorzitter, vandaag wordt de eer en glorie van onze oorlogshelden in het verleden bezoedeld. En morgen staat de oorlogshelden van vandaag zo'nzelfde lot te wachten. En voorzitter, wie dan nog wel bij Defensie komt te werken, wordt doodgegooid met al die linksliberale gekte die de organisatie al bijna compleet in zijn greep heeft. Zo stelde een vrouwelijke generaal recentelijk dat zij strijdt tegen het beeld van stoere mannen en vrouwen bij Defensie. Gelukkig maar, voorzitter, dat onze generaal zich hiermee bezighoudt, want inderdaad, je moet er niet aan denken, stoere mannen en vrouwen bij Defensie. Voorzitter, daar houdt de gekkigheid niet op. Want terwijl het Van Heuts vaandel dus wordt verstopt, wordt wel de regenboogvlag gehezen, moeten onze militairen op diversiteitscursus en worden ze voorgelezen door drag queens. En waar je vroeger officier kon worden op ons eigen vliegdekschip, de Karel Doorman, kan je nu officier worden op de afdeling diversiteit en inclusie. De linkse mars door de instituties heeft duidelijk ook Defensie bereikt. En terwijl dit de staat is van ons leger, waarschuwen steeds meer hoge militairen voor een oorlog met Rusland. Zij spreken zelfs dat Nederland een oorlogseconomie zou moeten worden. En voorzitter, laat er geen misverstand over bestaan dat wij
als PVV vinden dat onze Nederlandse krijgsmacht op alle scenario's moet zijn voorbereid. Dus ook op een eventuele dreiging uit het oosten. Daarom nemen wij onze rol binnen de NAVO ook serieus en steunen wij de missies aan de oostflank van de bondgenootschap. Maar voorzitter, als deze dreiging echt zo realistisch is, waarom hebben deze bewindspersonen Defensie dan de afgelopen jaren zo verzwakt door grote hoeveelheden munitie en materieel cadeau te doen aan het buitenland? De militaire steun aan Oekraïne heeft volgens het kabinet zelf een langdurig negatief effect op de inzetbaarheid van onze krijgsmacht. Dus als in reactie op de voortdurende provocaties van de Nederlandse regering aan de Russische Federatie er onvolwassen een aanval komt, dan zitten wij gigantisch in de problemen. Deze bestuurders spelen Russische roulette met onze nationale veiligheid. En voorzitter, terwijl onze generaal zich dus blind staren op het gevaar uit Rusland, waarschuwen Franse generaals juist weer voor een burgeroorlog in eigen land. Zij stellen dat de Franse regering dankzij de eindeloze massa-immigratie de controle over grote delen van Frankrijk al compleet verloren is en dat als deze gebieden weer onder Frans gezag willen vallen, dit enkel en alleen kan door middel van militair optreden. En terwijl daar die dreiging dus serieus wordt besproken, ontbreekt zo'n scenario hier in alle dreigingsbeelden van Defensie. Sterker nog, deze minister van Defensie stuurt niet onze militairen naar de grens om die illegale massa-immigratie een halt toe te roepen. Nee, zij laat onze militairen op de kazernes letterlijk de bedjes opmaken voor de eindeloze stroom aan gelukzoekers. Konden onze dakloze veteranen maar op dezelfde gastvrijheid rekenen van de minister, maar nee, daarvoor moeten zij bij het leger des Heils zijn. Voorzitter, ik rond af. De visie van de PVV op Defensie is helder. De Nederlandse krijgsmacht is het zwaard en het schild van het Nederlandse volk. Voor haar vrijheid, haar veiligheid, haar bestaansrecht streden generaties militairen in het verleden, strijden generaties militairen vandaag de dag en zullen ook in de toekomst weer generaties militairen strijden. Wij danken al onze soldaten die op dit moment, waar ook ter wereld, hun plicht vervullen. En wij wensen hun heel veel succes en voorspoed bij hun belangrijke werk. Voorzitter, ik dank u wel. Dank u wel, meneer.